Welkom bij Vechten met Moskowitz, de podcast voor mannen. Mede mogelijk gemaakt door Nieuwe Revue, Nieuw Business Radio, Brouwerij het Ei en Wilde Wijnen. En vandaag heb ik de eer, de absolute eer, om de godfather van de talkshow te gast te hebben. Frits Barend, welkom. Dankjewel, Max. Ja, alsjeblieft. Zoals het een beetje werkt in dit programma is dat ik altijd mijn uitzending aftrap met een column die ik op maat heb geschreven voor mijn gast. Oké. Okay. Dus die ga ik nu aan je voordragen. Ben benieuwd. Daar gaat hij. Ik denk dat ik voor velen spreek wanneer ik moet bekennen dat ik nog steeds mijmer over Barend en Van Dorp. Laat op de avond met een glas rode wijn en een stuk kaas in de knuist. Hop, daar horen we die vertrouwde show doen en kijken we naar een spannend en goed gesprek. Soms onderhoudend, soms ondeugend, soms fel, maar altijd prettig. Frits en Henk volgden volledig intuïtief het balletje en kwamen bijna altijd goed uit. Het was ook zo heerlijk boerenkoolknullig af en toe, maar tegelijkertijd zaten daar twee doorgewinterde journalisten aan tafel die het uitje pelden tot de kern. Frits Barend, met die mysterieuze pretoogjes, met een sluik glimlachje vraag jij zonder filter werkelijk alles wat je maar wil. En bijna nooit wordt iemand boos. Je bezin een soort je ne sais quoi, maar tegelijkertijd is dat ook echt je charme. Je was je tijd met het gesprek al ver vooruit, helaas destijds te vroeg en aan de vooravond van de crisis. Het kreeg geen eerlijke kans, maar het podcasten, wat wij nu doen, en daar deed het gesprek me heel erg aan herinneren, wat nu heel erg vanuit Amerika overgewaaid is naar Nederland, en waar wij nu toevallig een beetje mee pionieren. Ja, en je zit vandaag in mijn podcast en vol trots presenteer ik je als mijn gast, omdat je ook echt een groot voorbeeld voor me bent, nog steeds. Dus welkom in de toekomst van de media, in de podcast. Welkom Frits Barend. Dankjewel, Max. Nu is het format dat wij aan de hand van vier drankjes het gesprek aanvliegen. Ja. Dus ik wil graag beginnen. Nee, maar namens de sponsors. Namens de sponsors, maar op maat gemaakt. Want okay. De jongens van Wilde Wijnen hebben een prachtige wijn voor je uitgezocht. En die zal ik even presenteren. Ja. Dat is de Cuvée Auguste 2015 uit Clos des Vignes du Maine. Een Bourgogne wijntje. Het is een echte biologische wijn. Ja. Gemaakt zoals de monniken in het jaar 900 deden. En we gaan hem gewoon soldaat maken. Op het leven, Lagaim. En het is vandaag, mag ik dat zeggen, dat we het opnemen op Joods nieuwjaar? Ja. Shana Tova. Shana Tova. Nog veel jaren. En nog een andere bijzondere datum, hè? 9-11. Ja, 9-11. Laten we dat ook niet vergeten. Nou. Frits, zullen we hem even beleven? Ja, oké. Okay. Dat is niet verkeerd. Ja, is lekker. Frits, wat is je allereerste herinnering? Nou, een van mijn allereerste herinneringen is dat ik bij mijn broer achter op de fiets naar zijn voetballer ging kijken bij Neerlandia. Op de Duiverdrechtse kade. De club bestaat niet meer, het veld bestaat niet meer. En dat vond ik fantastisch, was ik 6 jaar, 7 jaar. Dat is je eerste herinnering, een sportherinnering. Ja, nou ja, ik heb ook, als je vraagt, een eerste herinnering is ook, mijn ouders waren jong gescheiden. En dat was in die tijd een schande. Ik kwam uit een rijk Joods milieu, van de een op de andere dag straatarm. Rijk textielmilieu. En wij hadden van Leo Horren, ik was 7 jaar, mijn broer was dus 11, kaartjes gekregen voor België en Nederland in de hel van Deurne in Antwerpen. Nou, dat was natuurlijk voor een jongetje van 7 en een jongetje van 11 fantastisch. Dus ik had op school, ik ga zondag naar België en Nederland. En mijn vader was daarbij en die zegt, ik bewaar de kaartjes wel. Nou ja, doe je als kind van 7, je geeft de kaartjes aan je vader. Om 9 uur zouden we worden opgehaald op het stadionplein. En we hadden er nog gestaan, want hij heeft die kaartjes gewoon aan anderen gegeven. Ah. Dat was mijn vader. En dat betekende dat mijn broer dan 2 dagen later verhaal ging halen met een gigantische knokpartij. En dan zaten we op het bureau. Echt waar? Ja, 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 ja. Dus dat werd dus ook nog eens gewelddadig af en toe? Nou, terecht dat mijn broer dat niet pikte. Want jouw broer is ouder dan jij? Die is 4,5 jaar ouder. Dat is een oorlogskind. Die is uit 42. Ik ben uit 47. Onderduikkind. En die pikte dat niet. Die was 11, 12 jaar. En die werd daar zo kwaad. En dan werd hij dan zo geïrriteerd en gepest daar. Door die familie van mijn vader. Die nog die kleine familie die overleefd had. Ongelooflijk. Heb je het overleefd met 4 man. 2 kinderen. En dan laat je... Maar goed. Mijn broer, en dan werd dat gesprek liep uit de hand. En hij heeft toen 1 keer blijkbaar geslagen. En dan hebben ze opgenomen en geschoft eigenlijk. En dan zaten we op bureau, mijn broer en ik. Ja. Nou ja, ik vind het interessant dat je dit zegt. Want natuurlijk kom ik ook aan een familie die deze geschiedenis heeft. En zeker. Dit is herkenbaar voor mij, wat je vertelt. Dat dit soort dingen kwamen ook in mij. Maar en dan moet ik tegelijk bij zeggen.
dat ik heb geen trauma. Dat vind ik knap van mijn moeder en heb ik ook aan mijn broer te danken, zeg ik altijd. Ik ben zonder trauma opgevoed. Mijn broer en mijn moeder hebben een soort schild om me heen gemaakt. Waardoor ik voor die boze buitenwereld heb ik eigenlijk nauwelijks gevoeld. Zij schermde jou af? Ja, denk het wel, ja. Ja, onbewust. En mijn broer deed dat onbewust ook. Ik was zijn kleine broertje, kwam niet aan me. Maar thuis werd ik door hem in elkaar geslagen, dat wil je niet weten. Maar de buitenwereld moest niet aan mij komen. Nee. Nog niet. Alleen hij mocht dat. Alleen hij mocht het, van ja. Zichzelf. Ja, ja. Ja. Je bent dus echt vlak na de oorlog geboren. Ja. De geboortegolf, 47. Ja, en je ouders waren volgens eigen zeggen wel getraumatiseerd door wat zich had gemanifesteerd. Ja, mijn moeder... Had dat invloed op jou? Nee, ja, gek, heeft dat niet zo'n invloed op mij gehad, nee. Dat was natuurlijk ook een survival, die paar Joden die dan overleefd hadden. En dan plotseling moest mijn moeder al om 7:30 weer werken. Ja, ik ging naar school, ik voetbalde op straat, ik ravotte op straat. Af en toe zat je weer op het bureau omdat je een ruit had ingeschoten. Ja, dat weet ik ook wel heel leuk. Ik heb 4, 5 keer op het bureau gezeten. En dan ouders moeten je komen halen. Nou, ik had alleen maar een moeder. En dan werd mijn moeder gebeld door de politie. U kunt uw zoon... Dan zat ik vanaf 2 uur zat ik daar. Het interesseerde hem ook niets, want ik wist dat mijn moeder het niet erg was. Was je niet bang? Oh, ze vond het nee, tegen. Mijn moeder heeft mij ontzettend opgevoed met... Accepteert nooit iets wat de politie tegen je zegt. Ah. Wij accepteren... Dat is dus het waren Nederlandse agenten die Joden van huis haalden, zei ze altijd. Ja, die verkocht hij voor 7,50 euro. Ja, ja. Nou, dat was het kopgeld, hè, dat je verraadt. Ja. Maar de mensen die van huis haalden waren dan... En nogmaals, ik geloof niet zo dat Nederland fout was. Maar zij accepteerden geen gezag van agenten. Een uniform, dat was mocht ik geen respect voor hebben. Zo ben ik ook opgevoed. Dus als ik op het politiebureau zat, deed me dat helemaal niets. En dat irriteerde agenten natuurlijk. Ja. En dan werd mijn moeder gebeld, u kunt uw zoon om 6 uur komen halen. Zegt ze, nou ik dacht het niet, ik werk tot 5:30. Om 6 uur ben ik thuis, dan staat het eten klaar. En u zorgt me dat mijn zoon aan tafel zit om 6 uur. En dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is uw verantwoordelijkheid nu. En dan moesten die kerels mij loslaten om 6:15, tot woede vaak. En ik wist dat mijn moeder me niet kwam halen. Nou, had ik maar zo'n moeder. Ik ben ook een keer gearresteerd toen ik 12 was, omdat ik volgens mij wat gummetjes had gejat. Ja. En toen werd mijn moeder ook opgebeld. Ja. En ik was met 4 vriendjes en ja. Nou, die werden allemaal netjes afgehaald. En die kregen er gebeurde helemaal niks en ja. Ik werd opgehaald. Nou, ik kan me nog herinneren, ze schudt de hand van die agent, zegt niets tegen me. En we lopen naar de auto, ja. Stilte, helemaal ja. Niets. Ja. Nou, ik weet nog, het was een Honda Civic. Ja, ja. Nou, dat ding heeft op zijn voegen bewogen hoor. Ja. Dat wat een vulkaan van kwaadheid. Goed, dit was mijn ervaring met de politie en mijn moeder. Ik had liever die van jou gehad. Ja, ik ben ook heel trots op. Ik ben daardoor met een, gewoon kritisch van het gezag zijn. Dat heb ik al heel jong ingekregen. Ik was de beste van de klas. En ik kreeg dus gymnasiumadvies. En daar was mijn moeder helemaal niet blij mee. En je moest de boeken zelf kopen. Er werd van jou verwacht dat je je steentje bij zou dragen aan het huishouden. Nou ja, mijn moeder had het geld niet voor die boeken. Ah, dat was het. Dus waar moesten die boeken vandaan komen? Dus ik ging naar de boekenmarkt. En van het Vosjes Gymnasium met 25 gulden, wat heel veel geld was. En die boeken hadden normaal 250 gekost. En dan ging Bert mee, mijn broer. En dan hadden wij een boek zagen. We hadden net uitging dat ik voor die 25 gulden mijn boeken kon kopen. En dan zaten die advocatenzoontjes en procureur-generaalzoontjes. Want dat was het Vosjes. En die het geld helemaal niet nodig hadden. Ik bedoel, dat test je wel even. En dan zei ik, dat kostte een boek, kostte een tientje. En dan zei Bert, 1 gulden. 1 gulden, zei ik toch? 1 gulden, zei ik. Hier, en als hij dat boek niet gaf, kreeg hij een kram voor zijn kop. En zo heb ik mijn eerste 2, 3 jaar mijn boeken bij elkaar... Met je strong arm boeken. Nou ja, Bert erachter. Van, we hebben niet meer geld. 1 gulden, hier heb je de gulden. Geef hier dat boek. Wat dat boek niet. Oh, heb je straks even je... Met je tanden achter in je keel liggen. Vertel eens wat meer over Bert. Ik begin steeds meer een fascinerende broer te vinden. Nou, hij kwam voor zijn broertje op. Ja. Maar was hij ook een beetje een straatvechter? Of ja, we waren allebei straatvechters. Ja, 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 ja. Jij ook? Ik was ook een straatvechter, ja. Ja, ja, ja. 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 En het ging ook allemaal heel eerlijk. Het was ook, je kreeg je voetbal, je kreeg, en dan was het ook meteen, kwam er iemand tussen en dan was het weer voorbij. Je was het ook 5 minuten later vergeten. Okay. Er kwam geen wapens aan te pas, je had geen niks. Dat was met vuisten, kwam iemand tussen, jongens ophouden en dan was het weer voorbij. Jeetje, wat een mooi verhaal. Dus daardoor ben ik in een heel veilig
klimaat opgevoed, dankzij mijn broer en mijn moeder. Ja, maar wel streetwise. Ja, ja, heel streetwise. Ja. Ben ik nog. Heel streetwise. Ja. Ja. En hoe manifesteert zich dat vandaag de dag? Nou, ik ben nog streetwise. Ik bedoel, nou, dat bedoel ik. Dat neem je niet meer af. Ik bedoel, je hebt een goede antenne, dat was ook in ons programma. Waren we ook streetwise? We waren geen super intellectuelen, maar we waren ook niet gek. Doe je jij en Henk? Ja, Henk en ik. Henk was ook streetwise. Ja. Henk was ook streetwise. Toen jij opgroeide, wie was er van invloed op jou? Wie wilde je zijn? Ja, dat weet ik niet meer. Ik wilde gewoon spelen. Ik had volgens mij geen idolen, nee. Nee? Nee, ik weet wel dat ik gek was op Ajax, maar ja, heel veel jongens van mijn leeftijd zullen zich dat herkennen. Dat je was een meester in het binnenglippen. Je wist precies hoe je op de staantribune bij Ajax even snel erdoor kon glippen. Ja, ja, ja. En het was een sport om zonder kaartje en zonder geld toch Ajax tegen PSV, Feyenoord of NAC te zien. En dat, zoals je met een groepje jongens, je herkende elkaar ook, je wist. En die supposen waren ook niet te vervelend, die lieten ook wel eens, geloof maar door. De nieuwsgierigheid, hè? Had je dat ook als kind al? Hè? Ja, dus heb ik als kind het verhaal willen halen? Ja, ik heb blijkbaar als kind al waren de bruren, waar dus de krant stopte. Waar er geen krant meer, toen mijn vader wegging. En ik blijk dat ik al vanaf het moment dat ik kon lezen, de krant wilde lezen, het Parool wilde lezen. Maar het Parool thuis, dat stopte. En mijn buren hadden wel een krant. En dan vroeg ik altijd of ik de krant s'avonds als zij me uit hadden mocht lezen. Ja. Ik heb blijkbaar altijd al kranten gelezen, vanaf dat ik dat ik kan lezen. Wist jij toen al dat je die kant op wilde? Nee, nee. Het was gekker dat mijn broer nog veel meer radiootje speelde dan ik. Ah. En ik heb het helemaal. Ik zag het. Ja, ik moest iets vinden waar ik op een leuke manier geld kon verdienen. Ja, en de journalistiek is eigenlijk het leukste wat er is. En als je dan ook je geld kunt verdienen. Was jij als jonge man snel verliefd? Ja, ik was snel verliefd, ja. En ook wel het trouwende liefde. Ja. Maar ook al jong, hè? Verliefd op meisjes op het schoolplein. Ja, en, ja, heel snel al. Bert, ik weet dat ik als kind van 10 al, mijn broer was er ook heel snel bij. En mijn broer was 14, 15, ging dan met een meisje naar boven. Mijn moeder was er toch niet. En dan moest ik met het zusje beneden blijven. Was ik 10. De wingman. Ja, was ik 10. Ja. En dan moest het zusje mee, want dan had die moeder van die meisjes geen idee wat er aan de hand was. Dacht ze. En dan Bert lag dan zich boven. Lag er rond het neuken. Moest ik beneden oppassen. Je vrouw? Ja. Was dus eigenlijk je eerste echte liefde? Ja, was mijn eerste echte liefde. Ja, ja. En die heeft ook echt, zonder haar had ik mijn school niet afgemaakt. Was misschien ook wel misgegaan met mij. Dus die hield. Die heeft wel gezorgd voor de teugels wat, goed strak. Ja, wat discipline. Ik heb mezelf even weer dit heerlijke wijntje bijgeschonken. Dankjewel, Wilde Wijnen. Was jij een idealistische jongeman? Ja. Vertel eens. Ja. Ik geloofde in de maakbaarheid van de samenleving. Je bent een kind dat de Tweede Oorlog niet overleefde, maar van overlevers. En ik had de gedachte dat er nooit meer antisemitisme zou zijn. Dat er nooit meer racisme zou zijn. Dat iedereen gelijk is. Zo ben ik ook heel erg opgevoed. Dat je nooit in groepen mag denken. Dus zelfs niet in foute Duitsers. Want het zegt mijn moeder altijd, we zijn door Nederlanders van huis gehaald. Die achterdocht die jouw moeder had naar de Nederlanders. Ja. Heb jij daar iets van meegekregen? Ja, zeker wat van meegekregen. Maar het is ook niet zodanig maar dat het overheersend was. Maar ze hebben er wel mee opgevoed. En ik heb ook bijvoorbeeld geleerd. Wat mijn moeder had gezegd, we zijn door Nederlanders van huis gehaald. We zijn door een Duitser gered. Een Duitse soldaat. Dat staat ook beschreven in het boek. Moet je nagaan, dat is dan. Je hebt een boek meegenomen. Ja, Matthes en Mie. Ja. En dat is geschreven door jouw vrouw. Vooral door Marijke. Ja, Marijke vooral heeft dat geschreven. En jij hebt meegeschreven. Ja, en dat is de levensgeschiedenissen van. Het is vrij uniek dat een Indische levensgeschiedenis van Marijke, haar familie. Ja. Die dus ook het kamp hebben meegemaakt. Verschrikkelijk. Maar dat waren weer de Jappenkampen. Jappenkampen, ja, in Indië. En een Joodse familiegeschiedenis. En hoe die twee in onze kinderen eigenlijk bij elkaar komen. Dat hadden jij en je vrouw dus wel van meet af aan met elkaar gemeen. Ja. Hadden jullie het daar dan als pubers nou, ook ik over? Denk wel dat je daardoor soul brothers was. Ja, ja, ja. Ja, ja. Een soort zielsverwantschap. Ik hou ook, mijn vrouw heeft is een sad looking woman. En daar hou ik van. Ik hou niet van een typisch idee. Hi, hallo. Beetje. Zit er een melancholie in haar? Ja, grote melancholie. En daar hou ik wel van, ja. Dat, Wanneer weet je dat je een goede journalist bent? Ja, wanneer, dat is
Cruijff heeft zichzelf nooit een goede voetballer gevonden. Heb ik wel eens. Dus wanneer weet je dat je een goede voetballer bent? Dat bepalen anderen. Ik denk wel dat ik het was. Maar dat heb je zelf. Laat ik zeggen, ik heb een grote scoringsdrang gehad. Henk ook. Dus het is vooral ambitie. Nou ja, wij wilden wel dingen onthullen. We wilden wel zorgen dat na een uitzending van Barend en Van Door mensen de volgende dag zeiden, God, heb je dat gezien? God, heb je dat niet gezien? Heb je dat gemist? Aan welke criteria moet een goed journalist voldoen? Heel nieuwsgierig zijn, goud eerlijk en spitten. Naar jezelf of naar je onderwerp? Dat is hetzelfde. Als je niet naar jezelf eerlijk bent, ben je ook naar je onderwerp. Bedoel, je bent eerlijk of je bent het niet. Er is niet een. Maar je kan jezelf voor de gek houden, hè? Ja, kan dat? Ja, dat kan. Ja, maar dan ben je dus niet eerlijk. Okay. Henk en ik waren echt. Afspraken kwamen wij na. Zelfs al ging dat ten koste van een primeur. Maar een goede journalist maakt ook vijanden, verliest vrienden. Wil je een goede journalist zijn, dan verlies je vrienden in het leven. En maak je vijanden, want je moet ook wel eens schrijven over iemand die jou gunstig gezind is, of die je aardig of leuk vindt. Dan moet je een kritisch stuk schrijven. Ja. Of er is iets gebeurd. En dat sommige mensen kunnen daar heel goed mee omgaan. En sommige mensen kunnen daar niet mee omgaan. En dan ben je plotseling hun vijand. Wie daar niet mee kan omgaan is Louis van Gaal. Afgekeurd. Frits, waar haal je het die denkt dus als je kritisch over hem schrijft dat je een klootzak vindt. Even ja. Te zeggen. Terwijl hij ook spelers op de bank zet. Heb ik wel eens gezegd. Ik zeg maar jij zet toch ook. Je hebt er 16, je moet er 5 op de bank zetten. Vinden die 5 je dan een klootzak? Maar als je hem. Je kan tegen hem. Dan gaat hij ook meteen. Gaat meteen in de aanval ook. Maar goed, dat is ook weer leuk. Ja. Ook weer vermakelijk. Dat is entertaining. Ja, ja zeker. Ja. En Louis van Gaal ja, leent zich daar. Hij laat zich altijd kennen. Dat is mooi. Ja, ja. Heel erg kennen, ja. Weet hij dat ook, denk je? Nou ja, ik vond het. Ik heb die zomergasten gezien. En dat deed hij dus. Om te laten zien dat er ook een andere Louis van Gaal is. Ja, en hij is al dominant hoor. Nee, maar dan heb je wel iets fout gedaan in je leven. Dat je een televisieprogramma nodig hebt om te laten zien hoe je echt bent. Ja. Heb je al die tijd toneel gespeeld? Je dacht niet dat Cruijff ooit een televisieprogramma nodig had om te laten zien hoe die echt was. Ik hoop ik dat ik dat ook niet nodig heb. Nee. Je bent wie je bent. En natuurlijk ben je als trainer anders dan als huisvader. Maar de gemiddelde trainer is net zoals huisvader als trainer. Ik denk dat Cruijff thuis niet anders was dan bij zelf dan. Ja. Ik ben het met je eens. Maar ik koester ontzettend warme gevoelens naar Louis van Gaal. Omdat hij natuurlijk mijn Ajax in 94 en 95 tot grote hoogte heeft gebracht. Hij is. En ik denk ook door zijn karakter. Fantastische trainer. Ja. En had natuurlijk een geweldige selectie toen. Heeft hij het geweldig mee gedaan. En hij heeft echt verstand van voetballen. Maar als je hem betrapt op iets wat hij fout deed. Ik heb zo'n ruzie met hem gehad toen hij in 2002 de selectie niet haalde. Dus het WK niet haalde in Korea en Japan. Dat was pijnlijk. En toen deden wij het Nederlands elftal, Henk van Dorp en ik. En ik had toen het slotinterview met hem. En ik had me ontzettend goed voorbereid. En ik zeg, hebt u zelf fouten gemaakt? Nee, ik heb geen fouten gemaakt. Toen heb ik een aantal opstellingen met hem doorgenomen. Nou, dat is een ruzie geworden. Waarin ik aantoonde dat hij wel fouten had gemaakt in mijn ogen. Had hij ook kunnen zeggen, ja, dat had ik misschien anders moeten doen. Of dat was toen de omstandigheid. Dat hij bepaalde spelers wel en niet geselecteerd had. Die later wel, nou ja. Zijn er journalisten die dat niet hadden gedurfd, wat jij daar deed? Die dan liever de goede vrede bewaren omdat ze de grote Louis van Gaal aan tafel hebben? Ja, ik bedoel, als ik soms wel eens interviews zie. Ik vind Ronald Koeman fantastisch en ik ben ook echt heel goed met hem. Maar ik had na die wedstrijd tegen Frankrijk wel tegen hem gezegd. Toen hij zo kwaad werd over die fout van Dijk bij die goal van Giroud. Was hij echt kwaad. Oh, dat kom op. Was toch een schitterende goal van Giroud. Hou dat toch op. Dan wordt er nooit een goal gemaakt. Doe even normaal. En had hij ook waarschijnlijk gelachen. Had hij waarschijnlijk gezegd, ja, Frits, misschien heb je wel gelijk. Hij zat toen laten zien, ja, ik ben heel kwaad op die goal. Dat had van Dijk nooit mogen gebeuren. Nee, het had voorkomen kunnen worden. Maar het was een schitterende goal van Giroud. En Babel maakte, wij spreken, een goal tegen die 1-1. Wat was een veel grotere verdedigingsfout dan. Ja, dan moet je dat zeggen. Ja, die Babel. Wat een verdedigingsfout. Vind ik ook geen verdedigingsfout. Ik had dan een ander gesprek gevoerd. Ja, gezegd, kom op, hou dat even normaal. Ja. Ik volg je met alles. Maar nu ga je te ver. Hoe heb jij leren interviewen? Waar ligt de... Ja, nieuwsgierigheid. Nee, maar hoe ben je een goed interviewer geworden? Is er iemand geweest die jou heeft gevormd? Nee, Henk, was het door schade en schande? Nee, puur op gevoel. Puur op gevoel. Op intuïtie. Ook op je bek gaan? Ja, ook. Ik ben wel eens op mijn bek gegaan.
dat ik tegen iemand zei, God, heb je een verschrikkelijke klap zeker gehad? Je hebt me een keer een hartslip. Dat was pijnlijk, ja. Ja. Live. Ja. En begon jij nou bij Radio Veronica? Ik ben begonnen bij Plug. Plug. Dat was het blad van het Cultureel Jongerenpaspoort. En daar had ik was het stuk Ajax Feyenoord van Gerben Hellinga. Toneelstuk. In La Mar toen. En ik had daar nog één of twee sportverhalen voor gemaakt. Wat ik op zich nog altijd een heel leuk idee vind om met twee voetballers naar een toneelstuk te gaan. Om te kijken hoe ze dat vonden. En toen belde ik Henk van Dorp. Ik zit te luisteren naar de radio, Radio Veronica op zondagochtend. En ik denk, wat een leuk programma is dat. En toen had je dat ontzettend oudbollige tussen start en finish bij de VARA. Waar echt niets aan was. Althans, vond ik. En dat die commerciële Veronica, die overklasse daar, dat progressieve VARA. Dus ik bel Henk van Dorp. Ik zeg, ik zou je graag willen interviewen voor Plug. En dat was voor Veronica natuurlijk wel grappig dat... Jij ging Henk van Dorp interviewen? Ja, ja, ja. Ah, dat is natuurlijk wel grappig dat... Het cirkeltje komt rond. Ja, dat Veronica dan in dat culturele circuit in Amsterdam plotseling geprezen wordt. Want dat was de piraten... Dat was de piraten, alleen maar commercieel. En commercieel mocht toch helemaal niet. Commercieel was vies in die tijd. Dus ik zit een half uur met hem te praten. Het was een heel leuk gesprek. Zegt hij, waarom kom je niet bij mij werken? Ik ben net het programma begonnen. Ik heb nog iemand nodig. Dus ik zei, nee, ik ga niet voor Radio Veronica werken. Dat was zo'n links hard tot hier. En je ging toch niet voor de commerciële werken. Linkse rakker. Ja, en dus ik kom thuis en bereik Henk van Dorp, wil ik bij Veronica, maar ik ga niet bij Veronica werken. Ze bereik Frits, je niet zo achterlijk. Als je mag doen wat je wil, dan gaat het om vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, als je dat volledige vrijheid hebt, Henk, zei, we hebben volledige vrijheid. Ja, dus ook iets terugkerends in jouw carrière, tegen de stroom in zwemmen. Ja, altijd. We hebben altijd gedaan, met alles. De VN naar de revue. Revue, ja. He? We hebben altijd tegen de stroom in. Nog, dat merk ik ook, we hebben nooit bij de gevestigde orde gehoord. Nooit. Ja. En toen zei Henk, zo laat ik de maand beginnen. Nou, dat maand is 40 jaar geworden. Ja. 40 jaar huwelijk gehad. Wauw. Je bent dus eigenlijk trouw aan je eerste liefdes. Ja, 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 ja. Ben ik trouw, ja, ja, ja. Ja. En ik had niks van journalistiek. Ik bedoel, ik was nieuwsgierig. En ik volgde natuurlijk altijd. Maar jouw talent werd dus eigenlijk ontdekt door Henk. Ja. 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 Jij en Henk werden natuurlijk een duo. Ja. Hè, dat jarenlang succesvol is geweest als journalisten. En gelukkig duo. Nooit ruzie. Nooit. Nee. Ja, we hebben wel eens een oneenigheid gehad. Maar we zijn altijd trouw goed aan elkaar gebleven. We gaan ook nu altijd nog goed met elkaar om, gelukkig. Wat vond je het meest irritant aan Henk van Dorp? Ja, dat vond ik niet irritant. Vond ik wel jammer af en toe dat hij niet kon autorijden. Want dan moest ik altijd rijden. We zijn ook wel eens een keer, en dan zei ik, nou, het is nog maar 150 kilometer. En dan was ik echt kapot. En ik heb ik zei, Henk, ja, je kan makkelijk lullen, maar ik stop. Neem een hotel. Ja, we zijn maar. Ik zeg, Henk, ik kan niet meer, straks rijden we ergens tegenaan. En verder, wat vond ik? Ik vond het wel irritant aan hem. Wat vond hij irritant aan jou? Dat ik altijd auto reed. Nee, en ook stoppen. Volgens mij niet. Nee, ook volgens mij niet. De één ding is jammer, dat heb ik altijd jammer gevonden. Dat we geen homo waren. Ah, Frits. Ja, dan hadden we een fantastische tijd nog bij gehad. Ja, waren jullie nu heel gelukkig geweest? Nee, maar bedoel, dan hadden we. We waren soms 6 weken op stap. Ja. En we deden alles samen. Het ideale even. Huwelijk. Ja, en seks. En dan hadden we goddomme ook dat erbij gehad. Wat zou dat niet fantastisch zijn geweest? Als ik Henk ook nog aantrekkelijk had gevonden. Ja. Henk vond mij wel aantrekkelijk, maar. God. Op een gegeven moment beland je bij de Vrij Nederland. Ja. Dat was dus wel een... Dat was een grote stap. Ja. Want we kwamen doen... En helemaal politiek correct. Ja. Ja, maar dat ja, klopt. Want we waren echt de grote vijand van de Telegraaf in die tijd. En dat is natuurlijk knap dat Vrij Nederland dat toen al kon. Dat heb ik later wel met jongens van de Telegraaf gemerkt. Ze waren echt, toen wij met Vrij Nederland waren ze echt... Hoe wat zal Vrij Nederland woensdag hebben? Ik moet zeggen, we hadden altijd een leuke journalistieke strijd met de Telegraaf. Het was wel haat en neid, maar op een leuke journalistieke manier. We gingen wel met elkaar... Maar we waren wel de vijanden van de journalistiek van de... Godverdomme, zullen ze een poepje laten ruiken? Dat hadden zij met ons ook waarschijnlijk. Ja. En we wilden dus niet dat zij in ons programma kwamen. Het moest wel de vijand blijven. Nou ja, op een gegeven moment... Ik schreef al voor Vrij Nederland. Mijn eerste interview. Laatst zag ik hem nog. Rinus Israël was mijn eerste grote interview voor Vrij Nederland. Met Rinus Israël? Ja. Wat leuk. Ja. En ik had een verhaal gemaakt over... voor Parool. Ik schreef ook voor het Parool over de Volewijkers.
Want zoals ik je zei, ik vond dat de sportredactie, sportverhalen van het Parool niet goed waren. En zei ze, doe het dan zelf. Ik zei, nou oké, kom maar op. Hoe zijn ze nu? En toen zei ik, ik ga wel zondag naar Ajax. Nou, dat was niet de bedoeling. Ik zei, dan ga ik wel naar Volendam. Ik zei, wit om de week. Heb ik dus Volendam zijn wit een half jaar gedaan. Dan ging ik mee naar de uitwedstrijden. Er was Sportclub Drenthe de Volendamers. Aha. En ik had een eend. En als je wind tegen had, ging je niet boven de 80. Nou, dat was 220 kilometer of zo. Dan ging je soms om 10 uur weg. En dan kwam je ik weet nog dat als je dan helling opging, dat je achter een vrachtwagen moest zitten. Ja, dat je werd, in de zuiging. Ja. Nou ja, dat. Dus ik kom daar 's ochtends of een minuut of half één uur in Klazina Veen aan met al die ja-krijgers. Kerk ging net uit. Zo'n christelijk dorp op zondagochtend. Waar dus niets gebeurt. Ik ga naar die wedstrijd toe. Die wedstrijd gebeurt ook helemaal niets, 0-0. Na de wedstrijd, de trainer van Sportclub Drenthe, Jan van Asten, trekt zijn lange witte jegerbroek, onderbroek uit en doet zijn gewone broek aan en geeft daarna commentaar op die wedstrijd. En ik rij weer terug 2,5 uur en ik kom op de krant. En dus om 8:30, 9 was je er pas weer. Nou, dan moest je verhaal maken. Hoe was het nou? Er is niks gebeurd. Dus ik heb een reisverhaal gemaakt. Die eindeloze weg. Die ja-knikkers. Dat troostloze dorp. Die man die ze... Younger, je hebt gewoon je beleving opgegeven. En dat ik dus 1,5 uur naar Volendamers Drenthe Volendamers heb gekeken, maar niets gebeurde. Geen schot op doel ging. Uitslag 0-0. Uitslag Sport Drenthe Volendamers 0-0. En dat werd niet geaccepteerd door Rienbal, de chef. Lul. Ik moest een wedstrijdverhaal maken. Ik zei, maar er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Wat moet ik dan? Er is niks gebeurd. Nou, dat werd dus een stevige strijd. Ja. En ik, volgens mij heb ik ook geweigerd om dat wedstrijdverhaal te maken. Toen heb ik Nico Scheepmaker, die ik al kende, omdat hij voor Radio Veronica een heel leuk rubriekje had. Ik zei, god, ik had dit verhaal gemaakt. Voor het Parool is het iets voor Vrij Nederland. En ik werd s'avonds al gebeld door Vrij Nederland. God, dat verhaal willen wij wel woensdag in de krant hebben. Ja. Dus iets uitgebreid. Dat stond woensdag in mijn wedstrijdverslag van Volendamers, Sportclub Drenthe de Volendamers. En dus ik had al bij Vrij Nederland wat geschreven. En toen heb ik tegen Henk gezegd, zullen wij samen naar Vrij Nederland gaan? Jij hebt mij bij RTL gehaald. Vind je het leuk dat we naar Vrij Nederland gaan? En ik had dus alleen een aanbieding. Bij Veronica? Nee, bij Vrij Nederland. Henk had mij bij Veronica gehaald. Ja, nee, je zei het RTL. Ja, je hebt zo'n rol in ons leven gespeeld. Ja. Dus ik had met Rinus Velinanders, die mij al aangenomen had, om redacteur te worden daar. Ja. Toen zei ik heb een ander voorstel voor je. Ik kan je elke week een sportpagina garanderen. Nieuwsmakend, garandeer ik je. Neem ons alle twee aan. Ja, budget. Ik zeg, weet je wat, ik hoef niet een vaste dienst. Geef ons allebei maar een jaarcontract. Dus ik heb Henk gebeld. Durf je het aan een jaarcontract bij, want Henk had een vaste baan bij Veronica. Ja. Durf je het aan een jaarcontract bij Vrij Nederland? Ja, ze denken dat Henk was al wel avontuurlijk op dat gebied. Die was niet zo voor zijn pensioen. Ik zei, ja, dat gaan we doen. Ik zei, dan gaan wij elke week een sportpagina daar maken. Nou, die was binnen 3 maanden, was ons contract omgezet in een eeuwigdurend dienstverband, bij ze spreken. Zo blij waren ze. Ja, het liep ook. Ik bedoel, ineens deed, je had Nico Scheepmaker, maar ineens deed Vrij Nederland mee op sportgebied. En we hadden al vrij snel onthullingen en mooie diepgravende verhalen. En dat paste bij Vrij Nederland. En dat sloeg aan. We hebben daar een fantastische tijd gehad. En elke week een sportpagina, elke week een mooi sportverhaal. Wauw. En alle vrijheid. Kleine onderbreking. Ja. Wijn. We gaan wat drinken. Ik ga je nu wel bijschenken. Ja. De furoren bij de VN. Ja. Maar er kwam een moment dat jullie de overstap maakten naar dit mooie blaadje. Ja. Hoe zit dat traject in elkaar? Nou, eerst hadden we nog een televisieprogramma, FC Avondrood. Van 74 tot 78. Ja. En toen kreeg ik de aanbieding om een groot showprogramma te maken. Elke week. En dan moest ik 1 keer in de 14 dagen naar Las Vegas. En wat moest je daar doen? Een groot showprogramma en dan Las Vegas. Een Nederlands showprogramma in Las Vegas? Ja, in Nederland. Maar ik moest dan 1 keer in de 14 dagen van de opnames naar Las Vegas. Ja, oké. En ik ben door de VARA serieus benaderd. Maar dan moest ik dus scheiden van Henk. En dan was ik geen journalist meer. Ja. Dus ik heb daar goed over nagedacht. En toen zaten jullie nog bij de VN. Even daar zaten we bij Vrij Nederland, daar waren de FC Avondrood. VARA televisieprogramma, elke week televisieprogramma. Waar we ook krankzinnige dingen. En
Dus ik zit het overdenken en ik zeg dat ook tegen Marijke. Dus Marijke, nou Frits, vindt prima dat je het gaat doen, maar dan ga je apart wonen. Ik zie je nu al bijna niet meer. Je bent zo vaak weg, maar dan zie ik je helemaal nooit meer. Ik bedoel, wat heeft het dan nog voor nut dat we samen zijn? En daar had ze gelijk in. Ze zei, ik gun het je wel eens, maar dan moet je ergens anders gaan wonen. En ik moest bovendien scheiden van Henk dan ook. Dus dan had ik twee scheidingen. Dus Henk schrok ook wel dat ik zei, god, ik heb die aanbieding gehad, want hij kreeg hem niet. Toen ben ik eens over gaan nadenken. Ik denk, één keer in de 14 dagen Las Vegas. Elke week een programma. Niet wat journalistiek, wat mijn hart is. Dat wordt mijn dood. En word ik er wel gelukkig. Dus ik heb ze gezegd dat ik het niet deed. Ik heb tegen gezegd, ik wil graag met jou blijven werken. En, ja, dat betekent dus wel dat jij je een ego kon beteugelen. Ja, kon ik ook wel. Dat kan ik nog wel. En ik zei, ik vind het, we hebben zo'n leuk duo. En ik heb zo'n leuk leven. Ik ga toch vragen of de FC Avondrood wilde doorzetten. En toen waren ze zo beledigd bij de VARA. Dat de FC Avondrood stopte ook. Nou. Ja, dat is de VARA, jongen. Dat is de VARA. Wauw. Ja. En toen, weet je wie toen ging doen? Volgens mij Willem Ruijs. Willem Ruijs. Ja. Dus Willem Ruijs komt bij mij thuis. En kijk wat met hem is gebeurd. Ja, nee. Willem Ruijs komt bij mij thuis. En die zegt, Frits, ik hoor dat jij het geweigerd hebt. Waarom heb jij het geweigerd? Ik zeg, Willem, zo en zo en zo. Ik ben zo bang dat men dood wordt. Ja. Heb je gezien wat voor schema ze voor je hebben? En dan blijf ik liever doorgaan met de FC Avond, dat sportprogramma te maken. En een half jaar voor zijn dood komt Willem weer een keer bij mij thuis. Marijke weet het ook nog heel goed. Ik zeg, Frits, je kon wel eens gelijk hebben. Een half jaar later was hij dood. Ja. Ja. Apart verhaal, Willem. Ja. Ontzettend prettige, aardige, fijne man. Hij begon volgens mij als steward. Die naar Los Angeles ging. Ja, ja. En daar ongevraagd aan de rode lopers quotes ging halen. Oh ja, en langs de lijn lang gedaan. En die verkocht hij dan hier in Nederland. Oh, nee, maar ja. Het was een prettige en een talentvolle. Maar dat wat gevraagd werd van je, dat kon niet. Je kan niet bij spreken een hele jaar door een Tour de France rijden. Maar het tragische aan Willem was volgens mij dat hij op een gegeven moment volledig die shows van hem deed met cocaïne als brandstof. Ja, nee, maar dat ontkom je dus blijkbaar niet meer aan. Ja. Ik heb in mijn toen ik studeerde. Heb jij wel eens dat soort Ja, zeker. En ik heb ook nog wel hars gerookt. Ik ben nooit een grote drinker geweest. En we zaten op een gegeven moment ook in een studentenmilieu waar echt veel gesnoven werd en gerookt werd. Nou ja, kijk, als student begrijp ik het, maar ik heb het meer over de tijd dat je dus echt op hoog niveau moet presteren, dat er weinig slaap is, hoge werkdruk. Ja. En dan blijkbaar ga je daartoe over. Ik was echt in shock toen Willem overleed. Ja. Godverd, dat had ik dus kunnen zijn. Ja. Maar jij bent nooit in de verleiding gekomen om... Nee, ik ben nooit, gelukkig ben ik nooit in de verleiding van harddruk. Ik ben op een gegeven moment gestopt toen ik gezien heb wat het deed met een aantal mensen in mijn omgeving, harddrugs. Echt helemaal naar de kloten gingen. En gelukkig ben ik op tijd met softdrugs. Ik heb maar één jaar hasje marihuana een beetje gerookt. Dus toen het programma werd dus afgenomen toen ook. Hè. Mochten geen programma maken bij de VARA. Nee, dus dat werd afgenomen. Dat zei je inderdaad. En, maar je werkzaamheden voor de VN gingen wel door. Mm-hmm. Samen met Henk. Ja, en we gingen echt. Het waren echt prachtige jaren. We hebben echt prachtige onthullingen. In de wielrennerij, in het boksen. Op alle fronten hadden we echt mooie onthullende verhalen. Ook mooie verhalende verhalen, hoor. Mooie interviews. Ja. We deden alle sporten, maar voetbal was natuurlijk de hoofdsport, maar veel wielrennen, ook wel boksen. Boksen was in die tijd van welke boksers rondlopen? Ik weet niet of het Koopmans Blanchard, of dat later was. We hebben daar ook mooie verhalen over geschreven met die jongens. Goh, dingen meegemaakt. Ja, verkochte partijen, ach, hop. Maar dat was niet in de tijd van Van der Leijden, Delibas. Dat was later. Dat was later, hè? Ja. Maar ik heb Van der Leijden, 84, bij de hangt hier aan de muur. Oh, nee, Arnold. Het is heel leuk. Ik ga naar de Olympische Spelen in Los Angeles, 84, voor Vrij Nederland. Ja. En we schreven ook wel andere dingen. We hebben over de Casa Rosso geschreven, de brand in de Casa Rosso. Was dat voor Vrij Nederland? Ja, ja. Ah. De bankschandalen. We hebben de Westland-Utrecht Hypotheekbank Gronings. Dus jullie deden ook wel eens een uitstapje? Kijk, door die sport. We hebben op een gegeven moment zwart geld bij Ajax onthuld. Ja. Waar we nog verketterd zijn door Ajax. Verschrikkelijk tot bedreiging aan toe van de Ajax kant. En dat je gewoon je journalistieke werk deed. Ik bedoel, ja, ik betaal niet zwart. En het werd ook inderdaad later werd ook een hele grote zaak. Dat zeg ik dan, verlies je vrienden. Terwijl je gewoon je journalistieke werk doet. En door dat zwarte circuit en
krijg je dan plotseling mensen die zeggen, je moet daar eens induiken. Je weet niet wat het daar allemaal zwart betaald wordt en daar. En toen kwamen ze langzaam een beetje in die hypotheekbanken terecht. En met een aantal jongens die daar groot in waren, in het onroerend goedmagnaten. Kronenburg, Berg, Willem Smit, in die, toen kwam die, die computerbusiness kwam toen net op. Nou, ik had hier onlangs Roland Kaan. Die had ja, nou Ronald. Ja. Maar goed, die zat niet, dat was... Nee, die was toen zelf nog jong. Ja, ja. Nee, die had goed, ook die te maken toen, met die gasten, ja. Ja, ja. En ik ga zijn namen niet noemen, maar dat zijn, goed, en het waren best grappige. En daar gebeurde echt alles wat God verboden had. Ja. En we zaten daar op een gegeven moment middenin. Ik heb al meegemaakt dat iemand zei, ga maar eens een keer mee. En dan zat je 's ochtends bij en dan werd er een pandje verkocht voor 39.000 gulden. En aan het eind van de dag was het 6 keer doorverkocht en was het 139.000 gulden. En dat verdeelden ze onderling. En daar, ja, daar schreven we dus wel over hoe dat in elkaar, hoe dat ging. Maar jij en Henk, jullie hadden wel een fascinatie met mensen die, laten we zeggen, op de grens van de toelaatbare leefden. Ja, ja, ja. En natuurlijk de iconische Penoseman, de koning van de Wallen, Zwarte Joop, hè, Maurits de Vries. Ja. Jij hebt zelfs een poging gewaagd om zijn biografie te schrijven. Ja. Nu ben ik toevallig zelf bezig met het verhaal van Joop. Ja. Maar ik ben toch erg nieuwsgierig wat jou triggerde in dat soort mensen. En wat haalde je daar als journalist uit? Ja, toen de Casa Rosso, Club 24. Misschien moeten we heel even voor de luisteraar die niet weet wie Joop is, even wat duidelijkheid scheppen. Zwarte Joop was in de jaren 60, 70, 80 de koning van de Wallen. Eigenlijk is hij begonnen met live sex theater. En heeft het casino naar Nederland gehaald uit Las Vegas. Het Las Vegas model casino. Dat weten veel mensen niet, maar Holland Casino, wat wij nu kennen, is eigenlijk ontwikkeld door Joop en een paar Amerikaanse meneer. Majelanski. Majelanski, ja. Dino Cellini. Ja. Maar goed, dus dan zijn we even op de hoogte. Ja. Dit is de man die Frits volgt met hem. Wat hem voor mij, waardoor hij mij vertrouwde. Ik was een Joodse jongen. Hij ook een Joodse jongen. En wij zouden elkaar niet verraden. Dat voelde hij wel. En hij heeft Henk getest. Hoe weet ik niet meer. Op een gegeven moment zit hij tegen mij. Die Goy deugt ook. En je weet, Goy is een niet-Joodse jongen. Ja. En dat meen je ook. En op een gegeven moment kon hij het ook echt goed met Henk vinden. Dat meen, want zij hielden allebei wel van een goede whisky en zo. Dat dronk ik niet. Ik dronk niet. En Henk en hij kon echt goed met elkaar drinken. We werden wel midden in de nacht. En we kwamen daarin. In dat hele zwart geld circuit. Ja, ook wie corrupt waren bij de gemeente. Ja, dat had weer niks met Joop te maken. Ja, zeker. Oh, wel? Maar Joop had wel eens vergunningen nodig. En dan zei hij, kijk, die, ik weet ook, wethouders, die corrupt waren. En daar hebben we ook over geschreven. Of daar is ook over geschreven. Op een gegeven moment komt dan, we raakten niet bevriend, maar we waren wel een goede relatie van hem geworden. En hij wilde dus graag dat wij een keer zouden zien hoe die Casa Rosso werkte. En hoe die Club 26 heet het, geloof ik, werkt. Hè? Dat casino van hem. De Cabala. Oh, de Cabala. Ja, later kwam ook Club 26. Oké, en ik dacht iets, ja, ik moet daar toch niet gezien worden. In die Casa ook al zo. En Henk ook. En Henk liep vaak, als hij naar het station liep, liep hij over de Wallen. Liep hij er ook langs. En dan zei hij, ja, we moeten nou wel of niet naar binnen gaan. En ik zei, Henk, toch, het is beter als we daar niet gezien worden. En toen wilde hij ook... En toen hoorde Majelanski dat wij dus goed met Joop waren. Toen kreeg je de Golden Ten en de Black Jack. Zullen we even uitleggen wie Majelanski is? Majelanski was de koning van Las Vegas. Ja, Joodse maffiabaas. Joodse maffiabaas in Las Vegas. De koning van Las Vegas. Ooit begonnen in New York met Murder Inc. Ja. Samen met Lucky Luciano en Benjamin Siegel. Ja. Benjamin Siegel is de man die het hele Las Vegas... Dat is zijn geestenkind. Ja, oh, ben je met Siegel? Ja. Die is begonnen met één casino in de woestijn. Ja, en dat was dus de handlanger van Majelanski en van Lucky Luciano. Ja. Die Joodse jongens met de Shapiro-broeders waren Murder Inc. En de Italiaanse mafiosi, die hadden een regel, die mochten elkaar niet vermoorden. Nee. Daar huurden ze Joodse jongens voor in. Oh. En zo is het begonnen. En Lansky was het brein van het stel en die was goed met cijfertjes. Dus die begon in het gokwezen. Zo heeft zich dat gemanifesteerd. Ja. Maar de oudere Lansky heeft eigenlijk de know-how uit Las Vegas naar Joop gebracht in Amsterdam. Nee, klopt. En op een gegeven moment was dus, die Majelanski wist dat wij goed met Joop waren. Op een gegeven moment zegt Joop, die Majelanski, ook meer mijn Joodse achtergrond. Majelanski heeft gezegd, hij wil je uitnodigen naar Las Vegas om een keer te zien hoe het daar werkt. En er staat vanaf volgende week maandag of dinsdag, als je wil, staat er een privéjet voor je klaar voor Henk en jou. En dan kunnen we naar Las Vegas vliegen.
Ik zei, Joop, of meneer De Vries, zeiden we zeiden meneer De Vries. Ik zei, meneer De Vries, we hebben een verrassing voor u. Als Henk en ik alles Vegas vliegen, betalen wij zelf. Doe niet zo achtelijk, het vliegtuig staat voor je klaar. Ik zei, meneer De Vries, wij worden, laat ons niet betalen door Marjan Lansky. Ik wil hem graag ontmoeten als hij hier is. En als ik naar Las Vegas ga, vliegen we zelf. Was hij echt beledigd, Joopje. Dus hij zei, we staan een privéjet, prachtige luxe stoelen, allemaal geen gezeik, vlieg je zo. Nou, dat deden we dus niet. Hij wilde indruk maken. Ja, ja, goed, maar we deden dat gelukkig. Dat deden we niet. Als wij met Joop ook gingen eten, bestelde hij de duurste wijnen. En dat Henk soorten goud, dat hij gauw ging betalen, hield ik hem in gesprek. En dan was hij woedend werkelijk. Woedend dat we betaald hadden. Ja. Maar dat was schandelijk, hij had toch veel meer. En toen kwam die oorlog tussen de Black Jack en de Golden Ten. Golden Ten was de Joegoslavische maffia, Black Jack was de Amerikaanse maffia. Dat is die oorlog met die brand in de Casa Rosso. Want dat waren de namen van casino's? Of was dat een bende naam? Het Black Jack was het systeem wat uit juist. Uit Amerika kwam. Een Golden Ten was het Joegoslavische systeem. Ja. En die begonnen toen een concurrerende club in jongens van Joop. En toen kwam die brand in de Casa Rosso, waar 13 mensen bij zijn omgekomen, met die Israëlen die dat gedaan zou hebben. Jozef Land, ja. Ja. En we hebben daar toen over geschreven. Ja, dat is, toch even de luisteraar, want ja, dat is toch wel lang geleden. Heel lang geleden. In 1983 is het casino van Joop in brand gestoken door een... Nee, zijn seksclub, de Casa Rosso. Nee, de Cabala. Oh, de Cabala is in brand gestoken. Ja, de Cabala is in brand gestoken. Ja. Casa Rosso bestaat nog. Ja, ja. Ook de Cabala is in brand gestoken. De Cabala is in brand gestoken, maar al zijn panden vlogen in de fik. Ja. Waaronder dus ook Club 26. Ja. 13 mensen zijn in die brand... 13 mensen gedood. Ja, vermoord. Omgekomen in de brand. Ja. En dus vermoord, want het is aangestoken door Jozef Lan. Die door... Ja, of de verhalen lopen uiteen, maar... Het meest gangbare verhaal is dat het een crime passionnel was, dat hij verliefd was op de cachère. Nou, het verhaal is ook dat hij betaald zou zijn door... het bedoeling was niet zo'n grote brand. Het bedoeling was even laten schrikken. Ja. Zoals dat we vaker doen, onderwerp. Even de tegenpartij laten schrikken. Ja. Nou ja, daar zijn we ingedoken, hebben over geschreven, hebben behoorlijk wat materiaal in handen gekregen. En dat is ook het einde van Zwarte van Joop de Vrees. Joop heeft dat nooit meer overleefd, volgens mij, die klap. Die 13 doden. Proost, laatste wijntje. Ja, oké. Okay. Klink, dan ga je hem. Maurits de Vries komt trouwens ook volgens mij voor in ons boek, Matjes en Mie. De revue ben je voor gaan werken, maar ik wil dan even toch een sprong maken naar Barend en van Dorp. Tenzij je nog even iets... Nou, daar heeft wel een rol in gespeeld. Ja. Er was bij Vrij Nederland was een verschrikkelijke... Was voor het eerst dat ik met antisemitisme te maken kreeg. Was bij Vrij Nederland. Oké. Okay. Was een Joodse kwestie. Ja. En... ik heb altijd gezegd, jij werd gediscrimineerd. Nee, ik niet. Maar nou ja, ik ook. Er was een zogenaamde Joodse lobby die bepaalde ontwikkelingen bij Vrij Nederland tegenhield. En dat had Piet Pirijns beweerd in het Literair Café. En die Joodse lobby bestond uit... Het mythische wezen, de Joodse lobby. Ja, Igor Cornelissen, Martin van Amerongen en ik. En voor het gemak hebben we Henk dan ook maar even Jood gemaakt. en ik wist niet wat ik hoorde. Om een lang verhaal kort te maken, in plaats dat wij dat de redactie van Vrij Nederland dat veroordeelde, werden de Joden veroordeeld die daar zich beledigd door voelden. Dus Martin en ik waren ineens de kwade geniërs. En Joop van Tijn, die mensen van de Joodse lobby nodig had om zijn niets doen te verdoezelen, die heeft toen het leven van Martin van Amerongen echt onmogelijk gemaakt. Heeft mij probeert ook onmogelijk te maken. Maar karaktermoordenaar. Maar ik liet het niet. Op een gegeven moment was die sfeer zo verschrikkelijk bij Vrij Nederland. Dat we ontslag hebben genomen. En Derek Sauer hoort dat. En die zei, Vrij Nederland, een nieuwe revue. Zet weer uiterste. Maar ik wil seks, drugs en rock'n'roll, daar passen jullie bij. En het verhaal van Derek sprak mij zo aan. En Henk ook hoor, ons beiden aan. En we zeiden, Derek, we gaan het doen. We gaan naar revue. Nou, dat was wat, jongen, van Vrij Nederland, een nieuwe revue. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de nieuwe revue, die trouwens ook dit programma ondersteunt. Ja, ja. Hè? En als ik me niet vergis, kom jij ook binnenkort in de nieuwe revue te staan. Ja. Je oude honk. Ja. Maar dat blijft wel een beetje het lefgozertje in de journalistieke wereld. Ze zetten het graag weg als een tabloid, is het niet. Nee. Hoogstaande journalistiek en niet politiek correct. En daar hou ik van. Nee, precies. En Derek is echt een van mijn beste vrienden ook geworden daarna. Ja. We hebben natuurlijk heel veel met elkaar meegemaakt in die tijd. Ons eerste verhaal was Ruud Gullit. Met Hans Kraaij wordt PSV nooit kampioen. Dat was vrijdag al uitverkocht.
Hans Kraai was vrijdag ontslagen. Dus dat was ja een binnenkomer. Die, ja. Ja, home run. Ja, dat was een home run, ja. Ja. Toen Veronica of RTL begon, het was toen nog RTL Veronique. Ja. En Lex Harding belt Henk. Goh, we willen toch, we gaan iets, zou je niet een sportprogramma bij ons willen maken weer met Frits? Dus op een gegeven moment, ja, zouden we dan het programma gaan maken. Toen was het toch geen budget. Toen zei Dirk Sauer, Nieuwe Revue, dan sponsoren wij het voorlopig eventjes. En toen hebben we een contract getekend voor 10 uitzendingen. Dat meen je niet. Ja, ja. Maar de, Dirk Sauer. Weet je wat, dan, Dirk Sauer. Wat hier gebeurt? Wij hebben hetzelfde. Hè? De Dirk Revue sponsort deze podcast. Dirk Sauer zei, dan sponsor ik de eerste 10 uitzendingen, want ik geloof erin. En toen de uitzending 4 of 5 kwam Lex Harding. En toen kregen we ook inderdaad, het scoorde vrij snel het programma. Het was vrij snel al. Barend en Van Dorp. Ja, toen heette het toch, ja, ik weet niet eens wat tussen Barend en Dorp. Maar goed. En ja, toen kwam Lex Harding al naar uitzending 5 of 6. Jongens, we willen het contract openbreken met 2 jaar verlengen. En ja, toen zijn Revue heeft daar geen spijt van gehad, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar mede door Revue zijn we dus, is het programma doorgegaan. Nou ja, de rest bij RTL is geschiedenis. Ja. Nou, talentenpoeltje daar bij de Nieuwe Revue. Ja, zeker. Ja, het was... Ik schrijf ook voor de Nieuwe Revue, vandaar dat we ook hier zitten. Nee, maar het is echt een talentenpool geweest. Ja. Er komen heel veel. Kees van Beinen, Paul van Gageldonk, Pieter Storms, Henk Ruijgo. Echt jongens die wel onthuld hebben, hoor. Ja, ja. En dat is nog steeds zo. Hè? Ik bedoel, de Nieuwe Revue met het MeToo-schandaal. Ja. Noem het maar op, hè. Ze zijn niet politiek correct. Dat is het leuke van Henk en mij. Wij zijn wel politiek correct, maar wat wij doen is niet politiek correct. Ja, maar met politiek correct bedoel ik ook dat ze niet gevoelig zijn voor mensen met grote invloed die Nee. Maar dat was ook toen wij dus van het Verenigde Nieuwe Revue gingen. Dat was echt voor de Marcel van Dammen van deze tijd. Ja, alsof je bijna fascist werd. Ja. En toen we dus ook nog eens van de VARA naar RTL gingen, waren we ook nog fout in de oorlog. Maar wel zelf 12.500 gulden vragen voor een voordracht voor ABN AMRO. Ja, precies. Snappeltjes. Zo hypocriet altijd geweest. Links lullen, rechts zakken vullen. Ja, zo hypocriet. We hebben ook links geluld en behoorlijk onze zak gevuld. Nou ja, als je het maar toegeeft. Ja. Barend en Van Dorp. En nu komen we even aan bij het talkshow klimaat. Ja. Iconisch. Iedereen kent het nog. Zeker mijn generatie. En wat jonger of wat ouder, maakt niet uit. Ja. Iedereen zat aan de buis gekluisterd voor Barend en Van Dorp. Want daar gebeurde het. Ja. Daar zaten de gasten. Ja. Maar nu kijk ik naar het geklungel eigenlijk met de talkshow, stoelendansen die we nu zien op de NPO. Wat is er gebeurd, Frits? Wat deden jullie zo goed wat nu niet meer kan? Nou, het leuke is dat wij het al in 1989, 1990 bij de NOS hadden neergelegd. Ja. Maar daar waren toen grote ego's en Frits en Henk, ja, belachelijk. Ik bedoel, ik ga de namen niet noemen, maar de mensen die toen daar heersten, nou, die waren als de dood dat wij naar het programma gingen. We mochten niet eens met onze kop op televisie. Toen kwamen we bij de RTL. Nou, toen werd ons sportprogramma al snel werd populair. Dat was echt een graag gezien programma. Toen zeiden we in 1998, want in 1996 hebben we het geprobeerd. We willen een dagelijkse talkshow rond een groot sportevenement. Ook onmogelijk. Maar echt een total talkshow. Toen zijn we het gaan proberen in 1996 met een dubbeldekker. Zijn we meegereisd met het Nederlands elftal. Maar Guus Hiddink kenden wij goed. Hebben Guus, mogen wij met onze dubbeldekker parkeren waar jij met je Nederlands elftal bent. En dan mogen dan spelers bij ons in de bus komen. En Guus zei, jongens, doe maar. Ik weet van niks. En dus want we hadden geen accreditaties. NOS had alle accreditaties. We hadden geen recht tot persconferenties. We mochten de training bij spreken niet bijwonen. En daar was de NOS heel scherp in, hoor. Was de dood dat wij een accreditatie kregen. En dus wij moesten, ja, altijd buiten de gevestigde orde. En met die dubbeldekker en de eerste uitzending misschien 200.000-300.000 kijkers. De laatste uitzending had wel 700.000 kijkers. Wauw. En daar werd over geluld. Toen zijn wij een plan gaan maken, Henk en ik. Weer met Guus Hiddink samen. Guus, als het Nederlands elftal zich plaatst voor het WK in Frankrijk, dan willen wij graag weten waar het Nederlands elftal zit. En dan willen wij vandaar een dagelijkse talkshow gaan. Denk jij dat wij hebben namelijk geen accreditatie. We kunnen dus moeten een subaccreditatie. Kun je net 1 cameraman en 1 verslaggever. Terwijl de NOS 30 man heeft, alle accreditatie. Denk je dat jij ons kan redden dat wij bij trainingen mogen komen? En wil jij waar mogelijk meewerken?
Toen zei Guus weer, ik weet van niks. En dus toen de loting klaar was, s'avonds loting. En toen, volgende ochtend wist ik waar het Nederlands zou zitten. Toen ben ik diezelfde dag, ben ik met Marijke, ben ik naar Frankrijk gevlogen, auto gehuurd. Heb ik een Franse gids daar gezocht. En ze hebben 4, 5 locaties gaan bekijken. En heb ik filmpjes van gemaakt. En die heb ik aan Henk laten zien en nog wat mensen. En uiteindelijk zijn we toen in Roquebrune terechtgekomen. Met die mensen gaan overleggen. Dat was, we keken uit op het Hotel van het Nederlands Elftal. En, maar ook bij RTL zagen ze het nog steeds niet zitten. Hm. En één Pieter Posjes, God hebben zijn ziel, want hij is volgens mij overleden. Was toen de hoogste baas. En die zei, ik zie het wel zitten in dat programma. Dus ik maak daar budget voor vrij. En dat ging om 1 miljoen gulden. Alles bij elkaar. Nou ja, en... En die zei, ik maak een hele goede investering, want ja. Het was ver uit het ja, nee, ja. Ja. Ik maak daar budget voor vrij. En het was nou belachelijk en dat kon niet, want we hadden geen rechten. En ik weet nog, toen we daar de eerste keer zaten, dat ook NOS-mensen kwamen langs. En we werden echt een beetje... Joep van het Hek deed een rubriekje voor de NOS. En daar waren we wel goed mee. Die zat ook wel een beetje uit te lachen. Wat komen jullie nou doen, jongens? Jullie hebben geen rechten, niks. Wie kijkt hier nou naar? Nou ja, de eerste 2 uitzendingen was het noodweer. Koud. En Nederland speelt tegen België gelijk. En er staat maandagochtend een stuk in de Telegraaf van Charles Taylor. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Wat RTL bezielde. Hoofdredacteur, dus dat die belangrijke column op de tweede sportpagina. Rechter sportpagina. Heel stuk over Barend, Villa BVD. Ja. Schandelijk wat we deden. We hadden voor het rubriekje Kabel TV. En die had toch de kabel toen met... Ja. Met Davids, Seedorf, Kluivert, Reiser en de Bogarde. Ah, de Surinaamse kabel. Ja, ja. En wij hadden toen bedacht Kabel TV. Ah. Het was Surinamer. Goedenavond Kabel TV. En met allemaal gekke dingen. Je zag dan Seedorf lopen, David met krankzinnige tekst en muziek daaronder. En dat was vrij snel populair. Het was ook een best leuk rubriekje. En we hadden het Hart van Oranje. We hadden allemaal gekke rubrieken. En nou, in ieder geval, we namen de sport niet serieus. En we hadden muziek er dus in. En we hadden als eerste gast Peter Post. Nou, dat was geen voetballer. Dus er stond een stuk, nou, dat deugde niets van het programma. En ik toen... En ik denk dat bijna iedereen gedacht, nou, zo slecht zal het toch niet zijn. Laten we even kijken. Nou, dus de volgende avond hadden wij, geloof ik, 1 miljoen kijkers. We hebben vanaf het elke avond 1 miljoen kijkers gehad. Nou, dank u zeer. Dus we zijn daar. En toen was het ineens, ja, late night. Met rond een sportevenement was toen ineens gevestigd. En ik weet dat bij de NOS hebben we het in 1989 ook voorgelegd. Ondenkbaar, onmogelijk. Nou, en toen na Villa BVD zeiden wij tegen de directie van RTL weer. We willen graag een... overall late night show maken, talk show maken. We denken dat daar plaats voor is in Nederland. Dat hou je 3 maanden voor. Nederland is veel te klein daarvoor. Dan ben je 3 maanden uitgeluld. Dus hebben we maar, je hebt 's ochtends Telegraaf, Algemeen Dagblad, Volkskrant, Trouw. Misschien nog wel meer ochtendkranten. Je hebt 's avonds NRC, Parool, Handelsblad, toen nog. Ik bedoel, je hebt 8, 9 kranten en nog al die regionale kranten. Je hebt weekbladen. Dan zeg je toch ook niet, je hebt maar 1 krant. Nee, maar daar is Nederland te klein voor en dan krijg je geen gasten en alles. Nou, uiteindelijk mochten we het proberen, in strikt geheim voorbereid. En toen 3 keer in de week. En wij zeiden, je moet elke dag. Je kan niet 3 keer in de week, want dan ben je er ook 2 avonden niet. En de eerste 3 maanden was het ook heel moeizaam. 300.000 kijkers, 400.000 kijkers. En wij zeiden steeds, je moet elke avond. Nou ja, toen zijn we elke avond gegaan. En het verzoek van RTL kwam toen, Dick van der Graaf was dat ook. Die het ook zag zitten. Die zei, maar vindt u het erg om 2 reclamebreaks? Ik zei, Dick, we zijn een commerciële zender. Als jij denkt dat 2 reclamebreaks dit programma financieel rondmaakt, ja, wie ben ik dan? Je verliest altijd kijkers door een reclamebreak. Dat is, mensen lopen weg. Kip of het ei, ja. Ja, maar ja, wie zijn wij? En toen zei Dick, jullie doen mijn plezier. Ik ga jullie garanderen dat je 2 jaar door kan gaan als jullie 2 reclamebreaks nemen. En namelijk het eerste reclamebreak nemen we vrij snel. Want je moet, er zit een bepaalde ritmiek in reclamebreaks. En we zeiden, dan mogen we na het eerste reclamebreak al na 7, 8 minuten. Of pas na 5 afhankelijk. En het laatste reclamebreak heel laat. En dat was allemaal prima. En het werd een succes, geloof ik. Ja, en iconische momenten met de Hells Angels, met Pim Fortuyn. Hells Angels was geen iconisch moment. Nou ja, maar wel iconisch. Intense maar niet, momenten, ja. Laten we het zo zeggen. Nee, Pim Fortuyn was echt... En die moord op Pim Fortuyn die avond. Zaten we in het koerhuis. Ja. En dat zal ik nooit vergeten. En Ruud de Wild die de dag daarna kwam. Ja. En al die LPF'ers die één voor één langskwamen. Nou, wat ik leuk vond aan jullie gesprek met Pim was...
In tegenstelling tot alle andere media die hem meteen wegzetten als een rechtsextremist, als een abject figuur. Jullie behandelden hem als een mens. Ja, maar dat was iets. Kritisch. Ja. 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 Kritisch, met de messen op tafel, maar met respect, met humor. En dat waardeerde hij ook. Ja, dat kon hij ontzettend. Ja. En hij was, we hebben echt heel stevig gesprekken met hem gehad, maar hij kon dat. Dat kon hij wel aan. Ja. Ja. Maar dat heb ik ook wel geleerd. Maar er was niet een hele tafel tegen hem. Nee, tegendeel. Ja. Tegendeel. Hij kwam graag ook bij ons, ja. Ja. Ja, erg dat hij vermoord is, ja. Ja. Nou, sorry, ik had hier graag over door willen. Maar laten we het even hebben over je toekomst. De nieuwste dingen. Je boek is te koop. Matses en Mie. Matses en Mia. En, zou jou ook aanspreken? Waar is de camera? Daar zijn ze. Ja. Ja. Ja, dus... Dit is echt... Al zeg ik hetzelfde, zijn we heel trots op. Ben ik heel trots dat Marijke dat toch... Marijke heeft dat altijd gewild. Dat is eigenlijk opgedragen aan de kinderen. Ja. En je dochter heeft ook een mooi boek geschreven. Barbara heeft net met Marlies van Kleef... Ons blad heet Helden. Dromen van succes. Succes van kind tot sportheld. Ja. En er worden inderdaad allerlei sporthelden uit Nederland. Sven Kramer, ik zie het in de even. Sivan Hassan. Worden inderdaad... Ja, hoe word je held? Dat het niet alleen maar... leuk is, dat er ook heel veel leed aan vooraf gaat. Heel hard trainen, heel hard, heel veel discipline, maar dat ook hele mooie kant heeft. Het is een heel mooi kinderboek, kan ik echt iedereen aanraden. Nou, iedereen koop het. Helden? Ja, dat is ons trotse kindje. Ja. Dat is, Barbara is daar de baas van. Jasper Boks is de hoofdredacteur. Ik word steeds verder weggeduwd. En dat moet ook zo. Maar Helden is echt het uithangbord van het bedrijf Helden, Helden Media. Barbara is een mediabedrijf begonnen. En heeft 25 man in dienst. We doen allerlei content, video, Instagram, al die moderne media. Hashtags. En het blad is eigenlijk ons uithangbord. Oké, okay, en dat is gewoon overal verkrijgbaar, neem ik aan. Ja. Helden is er bij de supermarkt, bij de boekhandel, goede boekhandel, op Schiphol. De Aco is overal is verkrijgbaar. Elke goede boekhandel heeft Helden. Ja. En dit nummer... is weer, ik moet zeggen, een prachtig verhaal over Max Verstappen. Maar er staat een prachtig verhaal in met Shirina Spietsen. Wat Nederlands elftal. En jij werkt ook mee aan Ja, ik maak nog grote verhalen. Ja. Haar vrouw heeft een postnatale depressie gehad. Zij speelt ze wat Nederlands elftal. Heel belangrijke speel. Ze was aanvoerder tijdens het grote EK-succes. En haar vrouw had in die tijd net een postnatale depressie. En het was dus heel zwaar dat ze thuis... Ja, die problemen had. En heeft ze heel mooi over verteld hoe dat gaat. Want ik denk dat het voor heel veel vrouwen die dat lezen, er heel veel steun aan kan zijn. Hoe je dat met elkaar kunt oplossen, van man en vrouw. En ik ben zelf heel trots op het interview met Sepp Blatter. Ja. Laatste vraag. Wat is de beste talkshow op de Nederlandse televisie op dit moment? Dat was de vervanger van Jidis. Nadia. Ja, vond ik verreweg de beste. Ja. En waarom? Dat ze volledig... En ik vind Jinek ook prima hoor, maar zij was zo'n openbaring, zo zichzelf, zo zoals je het moet doen. En de beste podcast. Ja, dat zie ik. Hey Frits, ik heb een cadeautje voor je. Okay. Die staat daar, dat is een heerlijke fles wijn. Oké. Okay. Okay, ik geef hem even aan. Ja, dat is een nacht uit Tsjechië. Oké. Okay. Mogelijk gemaakt door Wildrijden. Je weet het al. Ja. Hey, het was een eer dat je er was. Oké, okay, Max. Hartstikke bedankt. En ik hoop dat je terugkomt.